Op een aantal plaatsen in Zeeland gaan gemeenten samen met zorgorganisaties, bewoners en hun mantelzorgers een helpende hand bieden bij mogelijke hulpvragen. We noemen dit Digitaal Thuis in Zeeland. We starten Digitaal Thuis in Zeeland in Goes, Wolfaardsdijk, gemeente Tholen en gemeente Borselen. De hulpvragen zijn onderverdeeld in thema's als vitaal leven. Door middel van een zorghorloge kunnen we uw activiteit en uw slaap-waakritme meten. Veiligheid. Wanneer er bij u sprake is van valgevaar, kan ditzelfde horloge worden ingezet om een val te detecteren en hulp te alarmeren. Vervoer. Wanneer vervoer een rol speelt bij uw dagelijkse activiteiten, is het mogelijk om via de Netti Goed Geregeld app uw informele netwerk van vrijwilligers, kennissen of buurtbewoners te betrekken. Ontmoeten. Bij sociaal isolement of eenzaamheid staat er een virtuele coach klaar die u ondersteunt bij het ontmoeten van familie en buurtgenoten. Na een intake op deze thema's bieden we diverse e-health interventies en digitale hulpmiddelen die kunnen worden ingezet bij u thuis. Zo krijgt u passende hulp en worden uw mantelzorger en andere betrokkenen ondersteund en ontlast. Meer informatie of u aanmelden kan via info@digitaal-thuis.nl.